Het houdt maar niet op met Sonja Bakker. Er duikt zo ongeveer om de week een nieuwe beschuldiging van plagiaat op en dat wordt de pratende eierkoek nu te veel. Ze heeft Nederland voorgoed verlaten voor een leven op Ibiza. Mijn werk als schrijfster en onderneemster zet ik voor onbepaalde tijd on hold, jammert ze in de privé. Sonja huilt in het roddelblad dat ze het zo enorm zwaar heeft. Nachten heb ik in bed liggen huilen, mijn leven ligt totaal overhoop. Er is veel gebeurd in de afgelopen 2 jaar. Mijn privéproblemen, de coronaperiode, het overlijden van mijn vader en de plagiaataffaire. Ze is het echt helemaal zat. Ik heb mijn werk altijd met veel plezier gedaan, maar momenteel heb ik geen energie om door te gaan, zegt de dieetboekenschrijfster. Het is Sonja zelf die overal allerlei recepten vandaan heeft gejat, net deed alsof die van haar waren en daar miljoenen mee heeft verdiend, dus waarom is zij dan nu opeens het slachtoffer? Telegraaf-presentator Wilson Boldewijn verbaast zich erover. Hij zegt bij Privé TV, ze kruipt wel een beetje in de slachtofferrol, want als die plagiaat bewezen is, dan moet ze toch gewoon eigenlijk een knieval maken van, dat heb ik niet helemaal zuiver gedaan. Rob Goossens denkt dat Sonja beter naar Rusland kan verhuizen. Als Sonja slim is, dan verhuist ze naar Rusland. Daar wordt sinds het begin van de oorlog namelijk het auteursrecht alleen gehandhaafd als je van bevriende landen steelt. Recepten van Nederlanders en Amerikanen kun je daar nu dus straffeloos plagiëren, sneert hij op Twitter. Hij ergert zich aan het gejammer van Sonja dat haar hele leven overhoop ligt. Hoe zou dat nou toch komen, lachen met angstzweet?